Ik weet mijn eigen bloedgroep niet, wel die van mijn moeder. Tenminste, afgaande op haar karakter, zeer negatief. Een vriendin van mij is zo feministisch, zij vlecht haar okselhaar in de vorm van een geknakte penis. Ik zat laatst voor het eerst in een escape room. Althans, het was de verjaardag van mijn schoonmoeder en mijn vriendin had de autosleutels. Jordi! Wat is er? Ja, jullie zagen misschien een beetje strompelen, maar gisteren heeft een medewerker van een bouwmarkt mij een trap verkocht. Dus, Echt gebeurd. Ik zie de laatste tijd steeds minder mensen in camouflagekleding. Smart. Nou, niet meer te zien, jongens. Wat is het nou? Tot slot, ik had gisteren een discussie over tutoyeren waar je u tegen zegt. Pieter Jouke. Pieter Jouke, dames en heren. Ik ben heel slecht in imitaties, merk ik. Leden van de Staten-Generaal. Dat was Johan Cruijff. Mijn bovenbuurvrouw die heeft laatst een dikmaakpak gekocht. Of zoals zij dat noemt, een bikini. Sinds mijn trouwerij en de geboorte van mijn kinderen vraag ik me wel eens af wat dan wel de mooiste dag van mijn leven is. Risa! Ik vertel potentiële bedpartners altijd, ik lijk een gewone lieve man, maar ik heb ook een hele duistere kant die jou wil domineren. Mijn moeder. Namen die in de wachtkamer worden omgeroepen, die zoek ik op Facebook altijd op en dan post ik. Gaat het wel? Ik zag je net bij de dokter. Ik geloof het ook dat je dat doet. Toen ik jong was, dacht ik dat seks met een robot pas over 100 jaar zou gebeuren. Maar ja, toen kende ik mijn vriendin nog niet. Roel Severburg. Ja, hallo. Ik woonde vroeger aan een plein met 4 kerktorens eromheen. Nou, dan weet je wel waar het is. Dank je wel. Scherp. Neem de tijd. Ik kreeg van mijn vriendin laatst als verrassing de nieuwe dikke van Dalen. Ik zeg, nou, wat een timing. Ik had die vorige net uit. Geef een applaus.